december. En dus ook de fly van de maand december. En wij van Hees 24, bakkerij verder, we zijn er om mensen te verrassen. Hè? Jazeker. Die zijn heel ijverig, dus we gaan eens even kijken. We zijn op Leenderhof in Leende. En hier zijn al heel veel mensen, hebben zich verzameld. Koffie! Koffie! Goedemorgen! Goedemorgen, deze morgen. Wat is het hier wel lekker warm. Wat verdorie, wij stonden even op de tocht, maar daar valt niet mee. Wij zijn hier om jullie te verrassen met de fly van de maand. Hey. Applaus voor jezelf. Hey. Want we hebben gehoord dat het al het 20ste jaar is. Dat jullie zo ijverig met een grote groep vrijwilligers dit allemaal zo feestelijk aankleden. Voor de camera zeggen we 20 jaar. Voor het oog van de camera zegt hij 20 jaar. Het zijn dus eigenlijk 25. 15 jaar. 15 jaar. We hebben een heerlijke Christoffelvlaai. Wow. Lekker. Zo. Nou, dankjewel. Dankjewel. Heerlijk. Sinds dat Doffel 75 jaar bestaat, en dat is dus nu 15 jaar geleden, doen wij dit als een soort moment van maatschappelijke ondersteuning. En is het eigenlijk goed geregeld met dit soortje ongeregeld. Ja, heel fijn. Maar het is toen ontstaan? Toen is het ontstaan, omdat we toen zeiden van we hebben 7 dagen en we willen een hele week vullen met van alles en nog wat. Ja. Hebben we 1 dag bedacht om een sociale dag, maatschappelijk, sociaal-maatschappelijke dag van te maken. En toen is dit eigenlijk ontstaan, omdat hier de dames van de verzorging het ontzettend druk hebben. En die vonden het heerlijk om ondersteuning te krijgen van ons. Ja, dat is niet even van dat doe ik er nog even bij, dat lukt gewoon niet, hè? Nee, dat kan echt niet. Die meiden werken zijn eigenlijk 3 kleuren rond. En dit is heel fijn om erbij te doen voor ons. Ook even dus mededelen dat wij afgelopen jaar flinke sponsors zijn door de Lions Club. Heel erg leuk, dus we hebben daar een aantal spullen kunnen kopen. Dus dat is super. En bijvoorbeeld vanmorgen ben je naar de plaatselijke naar Friet gegaan, hè? Naar Friet Postuma. En we moesten thai-ribs hebben. En zeiden, is het op bejaardenhuis? Ja? Oh, dan neem maar mee. En zo is eigenlijk iedereen daar heel erg bij betrokken. Dat is natuurlijk een extra dimensie daaraan. En dat betekent dat jullie zo'n uitgebreide collectie hebben dat jullie volgend jaar 3 weken van eerder moeten gaan beginnen om alles kwijt te kunnen, toch niet? Nee, want je wil niet weten wat er ook allemaal stuk gaat en wat er verdwijnt. En dus gewoon hartstikke fijn als je af en toe wat nieuwe spullen kunt aanvullen. Cor, bovenkant. Bovenkant van wat? Van onze gerestaureerde engel die Ad van Vught helemaal voor ons gemaakt heeft. Kijk eens aan, hoe oud is deze engel? Ouder als ik denk. Ja, maar iedereen ziet dat hij ouder als 40 is. Cor, kom op. Dankjewel. Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen? Via Dossel. En daarom ben je natuurlijk ook al heel lang bij. Ja, 15 jaar. Ja. En hoe bevalt het delegeren? Want ik zie dat de heren gewoon het technische werk doen. Ja, dat zie je wel, hè. Gaat helemaal goed. Taakverdeling, daar staat of valt alles mee. Ja. En wat geeft het voor jullie? Het is volgens mij zo super dankbaar en gezellig en leuk. Niet leuker krijgen, dit is fijn. Het hele jaar door horen we van, oh, het zag er hartstikke mooi uit. En fijn, leuk, gezellig, maar dat doet het voor. Hè. Dat is het ideale. En hoe lang zijn jullie bezig dadelijk? Nou, we krijgen om pakweg 12:30 krijgen we worstenbroodjes en soep. Dus dan zorgen we wel dat we klaar zijn.